Alles goed met Mireille? Ja, ja. Het is heftig, maar ze leert veel. Maar goed. Dat zal wel. New York, dat is een zalige stad. Wat doet ze daar precies, als ik dat mag vragen? Stage bij een architectenbureau. Ik had hier in dit geval van bij het begin zo zin om een verhaal te maken over een kerel die een gevecht aangaat met een onzichtbare vijand. Ik was eigenlijk op het idee gekomen doordat ik op het internet reclame had gezien voor wifi blocking paint. Ik vond dat iets hilarisch in feite. Dat heeft hij meteen zo mijn verbeelding aan het werk gezet. Gewoon omdat ik ook merk in welke mate die technologie ons echt begint enorm te domineren. Heb je een probleem? Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de craquer mon système? C'est ta copine? Oui. Elle s'appelle Mireille, c'est ça? Vous la connaissez? En ik had zin om een verhaal te vertellen ook van een kerel who's losing it, die je zo ziet afglijden, maar die toch altijd terugvecht. Dus die ideeën samen, dat vormt zo de kern. Ah, Sammy, jongens, sorry dat ik je stoor, maar hey, dat is voor u. Dat is niet nodig. Is dat mogelijk om 2 fotocopieken te maken? Aan weerskanten, hè. Gaat het een beetje zonder Muriel? Mireille? Ja, om dus even op je tanden bijten, hè. Hoe lang blijft ze nog weg? 10 weken. Oh, dat zal ook wel rap gaan, hè. Zal rap om zijn, hè. En het is ook soms eens goed om terug naar elkaar te verlangen. Honger, dat is de beste saus. Pulsar was natuurlijk als speler een vrij eenzame actie, eenzame bedoeling. En ik hou enorm van samenspel, omdat dan wordt het spel ook een reactie op wat iemand doet. En nu moet je dat eigenlijk uit een omgeving halen, uit dingen die er ook niet zijn, maar die je wel moet voelen en verbeelden. Met alle klanken die in de film zitten en geluiden die je hoort. Het, op set zijn die er niet, dus het speelt zich heel erg in de verbeelding. Maar waar ga je dan als speler naar op zoek? Ja. Dat is privé, zeg. Dat is privé. Bonjour, mademoiselle. Je vous salue. Je suis Désiré d'Ostende, fils aîné de Roger van Diepenbeek et de Ninette d'Aubray sur Saint-Épice en Auvergne. 200 grammes. 200 grammes. Je pesais à l'âge de 15 lunes lorsque mon père a eu l'idée de me déposer dans une boîte de praline au seuil de l'hospice des sœurs d'Ursuline d'Ostende. Ik zou eigenlijk met Samuel willen spreken. Samuel? Yeah. Attendez, je vous transfère à un collègue qui parle mieux le russe que moi. Het personage van Mireille, gespeeld door Tine van de Wijngaard, die is er op een alternatieve manier, zit hij in de film, maar ze is er toch heel fel aanwezig in haar vaak afwezigheid. En ik denk dat je toch een heel goed idee krijgt van hoe dat meisje in elkaar zit en hoe mooi een relatie is. Dus dat was ergens een van de uitdagingen van de film. Voor mij was het, zeker toen ik het las, in essentie in eerste plaats een voor mij een verhaal over gemis, over liefde. En natuurlijk was heel dat techno-universum dat er rond zit, was voor mij een soort net dat daar rond. Maar dat is, in de film komt dat er voor mij nog veel sterker uit. De realiteit van waarin we eigenlijk allemaal leven. We zijn allemaal we worden omgeven door miljoenen stralingen en informatie die door de lucht zweven. Zelfs op dit moment in deze ruimte zijn er waarschijnlijk 101 dingen aan de hand. En dat is eigenlijk toch wel een vrij hallucinante realiteit. Hallo, ik hoor u niet meer. Waar komt de straling? Van overal. Ik ontken zeker niet al het fijne van die technologie. Ik ben er ook door betoverd. Maar ik heb een gevoel dat er iets in gang is gezet. Dat wij veel te slim zijn geworden. En tegelijk toch nog altijd apen blijven. Dus ik weet niet goed waar dat naartoe gaat. I can see through you. Wat was dat? Wat is dat?